is. Dat is je waterbak. Nou, Pocky staat nu op stal. Ze heeft al even gehinnikt naar de andere paarden. En ze heeft heel veel kuil in haar nieuwe hooinet. En op de grond daar en daar ook nog op de grond. Dus ze heeft in ieder geval genoeg te eten. En volgens mij vindt ze het al best wel prima hier. Ze zit nog een beetje te kijken overal. De oortjes naar voren. Maar volgens mij vindt ze het hier wel leuk.
Nou, vandaag gaan we er voor het eerst logeren met hoofdstel en zadel. Ik had er gisteren gelogeerd met hoofdstel. En Marinka gaan we even helpen, want die is daar goed in. En ze krijgt nu ook even peesbeschermers om. Misschien is dit de vervanger van Kappie. Je bent er even aan het desensitiseren. Yo! Zoals je kon zien ging het best wel goed. Ze was heel braaf. Ze geeft echt niks om dat zadel. En misschien gaan we er binnenkort wel op. Super. Ja. Goed zo. Oké. Opletten.
today is the day dat we Pocky naar de Nieuwe Heuvel gaan brengen om haar verder zadelmak te maken. Ik kom net op stal aan en kijk eens wat ik daar zie. Grain, die weer eentje ligt. Want Grain, die doet chronisch dutjes. Nee, die vindt het gewoon lekker om slaapjes te doen. Of niet soms Grain. Zo schattig. Dus die ga ik nu eerst even knuffelen, want dat moet altijd als een paard ligt. Die moet je even knuffelen. Oh, kijk eens wat we daar aantreffen. Poco, die ook een dutje doet. Poco en Chanel doen ook een dutje. Wat ontzettend lief. Ik ga kijken of ik bij hun kan gaan zitten, maar ik denk het niet. Ik denk dat Poco daar nog een beetje te wild voor is. Ik heb eventjes bij haar kunnen zitten, maar toen stond ze op. Heel eventjes, hè, vriendin? Ik hou zoveel van haar al. Love you. En hier hebben we Chanel. Oh, rustig Chanel. Rustig maar. Chanel wordt even aangevallen door Poco. Maar Chanel is wel iets kalmer. Maar ze is wel boos. Oké. Ik ga het niet te lang maken, maar we gaan dus vandaag Poco wegbrengen. Ik mag gelukkig wel bij Grain zitten. Ja, vriend. Zo lief is die. Ik heb een te korte arm om het goed te laten zien. Maar hij is zo lief. Kusjes van Grain. Alle stress er weer af, hè, paard. Zoals jullie net hebben kunnen zien is Pocky weggebracht naar de Nieuwe Heuvel. En jullie hebben ook de eerste weken kunnen zien met Pocky wat ik al gedaan heb met haar. En ik wou nog even wat meer vertellen over wat nu het plan is en wat gaat gebeuren. En want ik weet dat jullie daar nog wat opheldering over wouden nodig hadden ook op Instagram. Dus ik dacht ik leg het even wat beter uit. Pocky is dus naar de Nieuwe Heuvel gegaan. De Nieuwe Heuvel is een stal waar ze eigenlijk voornamelijk Friese paarden zadelmak maken en doorrijden. Maar ze doen ook dus gewoon normale paarden. En een paard van mijn zus, Nella, die heeft daar ook al gestaan. En toen hebben we daar een hele goede ervaring mee gehad. We vonden het daar heel fijn. Dus nu dachten we van... Dat is weer een goed plan. En de reden dat Pocky daar naartoe is,
is eigenlijk omdat ja, mijn moeder en ja, waar ik ook wel het een beetje een te groot risico vinden om het salmak maken thuis te doen. Want Poco is natuurlijk ja, nog niet echt helemaal salmak. En wij hebben thuis niet echt goede faciliteiten om dit te doen. Zoals jullie hebben kunnen zien heb ik er wel een keertje op gezeten. Maar ja, het is wel een groot risico. Wij hebben geen binnenbak of binnenlongeercirkel of iets dergelijks om dit te kunnen doen. Dus als ik ervan af zou vallen of als Poco in de stress zou raken en weg zou rennen, dan kan ze overal naartoe. En ja, dat is best wel heel gevaarlijk. En ook omdat ze dus nog niet zo ver is, is de kans groot dat ze een keer zoiets gaat doen. En wij willen ja, dat risico niet lopen dat het dus fout gaat thuis. En daarvoor hebben we ervoor gekozen om haar eventjes weg te brengen. Ze zal ongeveer ja, na een aantal weken, ik weet nog niet precies hoe lang, maar dat zal eraan liggen hoe goed ze en hoe snel ze ontwikkelt. Waarschijnlijk maximaal 2 maanden. Maar ja, gemiddeld wat ze daar doen is ja, 1 tot 2 maanden ongeveer. Dus een aantal weken zal ze daar blijven. Gelukkig mogen we er wel gewoon op komen zoeken zo vaak als we willen. En dat ga ik ook zeker doen. Dus ja, en ik mis haar nu echt al ontzettend. En het is natuurlijk gewoon echt een superleuk paard. Dus ik ga haar zeker ook opzoeken. En daar kijk ik ook nu al naar uit. Ze heeft het daar heel goed. Ze wordt er goed voor. Er wordt goed voor haar gezorgd. En ik heb alle vertrouwen in dat het daar helemaal goed gaat komen. En ik kijk uit naar dat ze weer terugkomt naar huis. Als jullie nog meer vragen hebben hierover, stel ze dan gerust in de comments. Dan beantwoord ik die. En ja, en dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En dan tot de volgende video. Doei!